Ik kwam heel vaak met haar hoofdpijn thuis. Hoi, nieuwe auto. Ja. Iemand moet dit doen onder deze omstandigheden. En Sybrand, jij bent degene die het maar moet worden. Je gaat het zeggen als het klaar is. 30 jaar heeft Sybrand Buma gewoond en gewerkt in Den Haag. Maar het afscheid is nabij nu hij burgemeester wordt in Leeuwarden. Goedemiddag. Remco. Hi. Hi. Het is een beetje een druilerig weertje geworden. Ja, het is niet helaas. Echt zomer. Nee. Maar we zitten in een overdekte auto volgens mij. Ja, gelukkig wel. Ja. En dan zien we ook wel passend bij een soort melancholiek afscheid van Den Haag. Dat is wel heel ver gedacht. Ik vind het gewoon regen. Na 30 jaar. Ik vind het is gewoon nat. Ja, het is gewoon nat. Nou, ik vind hem niet zo belangrijk. U mag ook wat anders gaan doen. Ja. Ja, dat vind ik echt buitengewoon kortzichtig. En dat wil ik beter op papier lezen, wat er precies is gebeurd. Sinds 2002 zat Buma in de Tweede Kamer. In 2010 werd hij fractievoorzitter en in 2012 partijleider. Een hectisch bestaan aan het Binnenhof, waarin mij een einde aan kwam. Kamervoorzitter Ariep las zijn afscheidsbrief voor. Dank aan de journalisten die altijd zo kritiekloos over mij schreven. En aan de cartoonisten die mijn neus mythische proporties gaven. We hebben Buma opgepikt in het altijd rustige Voorburg. In Den Haag zeggen ze altijd dat het een beetje saai is, een Voorburg. Hè? Het is een slaapstadje. Ja, maar als je het werk doet wat ik deed, dan is het wel lekker om daarna een beetje rustig te worden. Het is toch een beetje slaap. Ja, ja. Ja, ik meen het ook net te zien toen je uitkomt lopen van, hey, ontspanning. Ja, dat klopt. Iets van de schouders vallen. Ja. Voel je ook echt zo? Ja. Ja. En nu is het heel extreem ook, omdat ik dus inderdaad geen enkele verplichting verder heb. Ja. Maar het is toch, ik heb wel eens genoemd, het is een soort huisarts die altijd weekenddienst heeft, omdat het altijd doorgaat. Altijd, ieder weekend, je leest de krant anders, je kijkt anders naar het nieuws. Alles wat er gebeurt, vraag je je af, wat moeten we ermee? Ja. En de afgelopen maand heb ik weinig nieuws gezien, weinig kranten gelezen. En hoe bevalt dat? Ja, prima. De wereld draait door. Je telefoon zit de hele tijd bij je om dingen te regelen die moeten gebeuren. Er speelden dingen in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, de partij. Allemaal dingen lopen de hele tijd door. En vanaf het moment dat ik afscheid nam, dat was dus dinsdagochtend 11 uur. Ja, ineens ben je niks meer. Hoeft het niet meer. Klaar. En dat is heel apart. Sybrand Buma werd fractievoorzitter in roerige tijden. Het CDA dreigde in 2010 uiteen te vallen over samenwerking met de PVV. Mijn advies, don't do it. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Voor mij was bepalend dat ik toen ik in 2010 begon, de partij echt helemaal verdeeld was. Het was een puinhoop. Ja, het was echt moeilijk. Het was ook zwaar daardoor. Het was ook persoonlijk moeilijk. Omdat je werkt met verhoudingen die verstoord zijn. En dan wordt het gewoon heel lastig. Hoe is het dan gelukt om... Want die partij lag zo'n beetje in tweeën. Ja. Met het gedoogkabinet PVV. Hoe is het gelukt om dat toch weer op een manier iets van te boetseren? Eigenlijk, achteraf gezien, zat het herstel al in een begin, zat er al wel iets van herstel. In de eerste plaats was er gewoon de wens om bij elkaar te blijven. Je kan ook een soort gevoel van, nou, dit wordt het niet meer, we gaan splitsen krijgen. Maar iedereen wou die boel bij elkaar houden. Het kabinet met gedoogsteun van de PVV sneuvelde in 2012. Buma trok er een les uit. Je kan wel heel lang dan blijven roepen dat het anders moet worden. En daar kan je ook groot mee worden. Maar denk aan de PVV waarmee wij dus geregeerd hebben. Toen die gingen regeren, bleef er niet zoveel meer van over. Nee. En het bereiken van alles wat je geroepen had, bleek heel lastig te zijn. Is dat een scenario dat eventueel Forum ook te wachten staat? Stel, die worden ook weer zo groot tijdens de Kamerverkiezingen als bij de Statenverkiezingen. Nou ja, je ziet wel dat... Ik heb natuurlijk wel contact gehad met onze provinciale onderhandelaars van het CDA. Dat in de periode na de verkiezingen Forum was helemaal geen blokkade, maar gewoon kan je tot iets komen. En dat meteen al bleek dat een partij die zo nieuw is, op dat moment vaak provinciaal geen idee had wat ze wilden. Ja. En dat het dus... Dan heb je dus wel heel hard iets geroepen, ik wil het anders. Maar mijn stelling is, je moet het ook anders doen dan. En dat gaat met vallen en opstaan, want heel veel kan je ook gewoon niet voor elkaar krijgen. Ja. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Ik sta op de landingsbaan van... Ik sta op de landingsbaan. We hebben toestemming voor algemene zaken om erop te rijden. En
de aanvraagnaam is op naam van? De aanvraag is op naam is één vandaag. Maar de chauffeur die komt, op welke naam mag ik het zetten? Nou, de chauffeur ziet u, dat is meneer Buma. Dat ben ik. U mag door. Prima. Mooi. Ik mag voor de open. Ja. Nou, we vallen in ieder geval niet op, dat vind ik wel fijn. Nee, dat is fijn, een beetje incognito het Binnenhof. Ja, burgemeester ook zo'n auto als dit. Op het Binnenhof beleefde Buma een politiek hoogtepunt. De onderhandelingen voor het huidige kabinet. Het werd de langste kabinetsformatie ooit. We hebben 7 maanden onderhandeld. En als je bedenkt dat je 7 maanden met een klein groepje op een kamer zit. Van maandagochtend tot vrijdagavond. Altijd dezelfde mensen, dan is het achteraf gezien best wel bijzonder dat dat met goede sfeer altijd gebeurd is. Dat je elkaar eigenlijk niet de tent uitvecht. Nee. En sterker nog, daar is wel, durf ik wel te zeggen, de basis gelegd voor het vertrouwen van deze coalitie. Ja, en dan loop je hier in en uit en dan staat hier iedere dag die Haag pers. Ja. Weet je op een gegeven moment nog wat je moet gaan zeggen? Ja, want ik zei niks. Ja. Ja, en dat vond ik altijd wel leuk. Ja. Als enige zo'n beetje. Ja, en ik begrijp nooit waarom de anderen wel wat zeiden. Ja. Nee. Omdat... Maar je had het echt voorgenomen, ik ga dat gewoon vanaf dag 1 doen, gewoon mond houden klaar? Ja, min of meer wel. Ja. Omdat het, je krijgt ook wel de vraag van wat vind je dan? Ja. Maar het is niet, kijk uiteindelijk, hier moest een resultaat uitkomen, dat was heel kwetsbaar. Ja. Dus ik had altijd de indruk, hoe meer ik hier zeg, hoe minder ik binnenhaal. Ja. Dus ik had nooit de noodzaak om te zeggen en op een gegeven moment de lol erin gekregen, die ik ook wel vast heb gehouden. Om te ontwijken als ik dat wou. Om niet in de val te lopen van te vertellen wat ik die dag op tafel ga leggen. En tegelijkertijd zag je de andere collega's wel. Ja, dat vond ik heel leuk. Dus als ik binnenkwam op dit plein, dan keek ik vaak al wie staat waar bij een camera. En welke beweging maak ik dat ze het niet zien. Ja. Een soort slalom was ja. Het. Ja. 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 En dat lukt eigenlijk altijd. En die lukt altijd, omdat jullie er altijd in trapten. Ja. Zijn wij nou zo dom? Ja. Of neem je me nou zo slim? Ja, beide. Ja. 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 Binnen in de stadhouderskamer ging het er stevig aan toe. Buma kreeg er zelfs hoofdpijn van. Ik had het aan het eind van die dagen, en zeker in de weekends had ik dat. En kortom, heel simpel, klein ding, maar een hele mooie kamer. Uniek in Nederland. Maar als je onderhandelt, moet je zoeken naar de plek waar je het beste... het kan bereiken. En daar is deze ruimte eigenlijk niet geschikt voor? Nou, ik vond het voor een tijdje wel, maar 7 maanden is wat veel. Ja. Na de formatie keerde Buma terug in de Kamer. Hij werd geen minister en geen premier. Ondanks dit ambitieuze verkiezingspotje. Premier Siebrand, wat wil jij laten worden? Ik wil laten premier worden en het land besturen. Weet je nog wat de jonge Buma zei aan het eind van het spotje? Die zei... Die hield natuurlijk 2 jongetjes uit elkaar. Ja, Mark en Geert hield hij uit elkaar. Ja. En toen was de vraag van Siebrand, wat wil jij worden? En toen zei hij... Ik word premier van het land of zo? Ik word premier van het land. Ja. Maar premier, dat is niet geworden. Nee, dat is niet geworden. Nee. Nee, de verkiezingen van 2017 waren natuurlijk voor mij in die zin de belangrijke verkiezingen. Ja. En die gingen goed. Maar nee, niet goed genoeg. Nee, in die zin niet. Nee. In 1990 kwam Buma naar Den Haag. Hij neemt nu dus niet alleen afscheid van het Binnenhof, maar van de hele stad. Dit kruispunt komt zo een beetje je hele Haagse leven tezamen. Ja, dat is ontzettend grappig. Wij staan voor de Raad van State. Ja. Daar was mijn eerste baan, dus daar liep ik door deze deur altijd in en uit. Ik heb ook mijn vrouw hier ontmoet, bij het werk hier. Dus dat was een bijzonder begin in Den Haag. Hier verderop... Daar is de Kloosterkerk. Dat is de kerk waar ik toen al naartoe ging, nu nog steeds. En waar we getrouwd zijn, waar mijn kinderen gedoopt zijn. Maar als je je oog iets verder rond laat gaan, dan kom je nog achter bij het Johan de Withuis uit. Dat zie je slecht achter de bomen, maar je ziet net de ingang. Ja. Waar ik natuurlijk ook heel wat dagen heb gesleten om te onderhandelen. Ja, dat is formatie. Ja. Dan heb je nog ook wel... Voor mijzelf interessant is het gebouw wat lang de ABN AMRO bank is geweest. De ABN AMRO. Dat is nu geen bank meer, maar dat is inderdaad gebouwd toen mijn overgrootvader daar van deze vestigende directeur was. Ja. In de jaren 20. Ja. Dus hier komt heel veel samen. Dus het heet de Kneuterdijk, maar het had niet zo goed het Bumaplein kunnen heten. Kan nog steeds. Blijft over de vraag wat laat Siebrand Buma na in Den Haag. Dat het me gelukt is, en dat is echt met anderen samen... Om van een partij die verdeeld was en een groot vraagteken... toch alweer een uitroepteken te maken en veel meer plezier erin te krijgen. Dan nu terug naar zijn Friese roots, het burgemeesterschap van Leeuwarden. Nou, qua hectiek en spanning is het een stapje terug, of niet? Zie ik dat verkeerd? Ik hoop het.
Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Ik denk dat het anders is. Je kan vaak met kleine dingen net zoveel hectiek krijgen. Maar de schaal is anders. Maar de uitdagingen zijn net zo goed. Dus ik hoop heel erg dat er meer overzicht kan zijn op het geheel. Je hebt ook niet iedere dag die camera. Hè? Er zit een camera bij de gemeenteraadsvergadering. Omdat het wordt opgenomen via een livestream. Maar het is niet zo dat je naar buiten gaat en er staat een haag om je heen. Met jou daar nog bij. Ja. Dus het wordt anders. En ik hoop dat ik zoiets voor die gemeente kan bijdragen. En ik ben daar zelf aan toe en ik heb er erg veel zin in. Ja, dus geen premierschap, geen ministerschap. Maar burgemeester is eigenlijk ook goed. Ja, of misschien nog wel mooier, ja.